Ik hou echt totaal niet van TNT in Minecraft, aangezien Lotte ooit mijn Minecraft-huisje ermee heeft opgeblazen. Ah! Wat? Nee! En vandaag is er een klein probleempje in mijn Minecraft-wereld. Namelijk verandert alles wat ik aanraak in TNT, zoals je kan zien. En er hoeft maar één vuurtje bij te komen en de hele Minecraft-wereld explodeert. Nee! En over TNT gesproken, ik heb een kleine challenge voor jullie. Want als ik zo meteen aftel van 3 naar 0, komt er een TNT in beeld. En de challenge is om het duimpje omhoog te doen op deze video voordat de TNT explodeert. In 3, 2, 1. Wow, het is je gelukt. En oh ja, vergeet natuurlijk ook niet om te abonneren, want anders plaats ik TNT in je Minecraft huisje. En geloof me, dat wil je niet. Lotte, ik vind het bijna zonde om dingen te slopen hier. Dit is echt een mooi gebied hier. Ja, ik vind het soort gebied echt super mooi. Kijk, al die bloemetjes, dat heb ik ook in de survival. Oh my god, Lotte, ik ga een roos voor je plukken. Wacht even. Kijk eens aan, hier heb je wat rozen. Wauw, kijk hoe mooi het is. Ik denk echt dat we hier ergens het huisje moeten gaan bouwen, hoor. Ja, ik vind wel dat het mooi is. Een flower biome als dit. Ja, moet je al die bloemen zien. Dit ziet er toch super vrolijk uit hier. Ja, leuk. En hier heb je nog meer bomen. Oh, is dat honing? Oh, en een bijtje. Er komt, kijk, een bij. Hallo, bijtje. Hallo bijtje. Oh, ze zijn zo schattig, hè, Dennis. Waarom kijk je naar de boom? Hallo. Ik vind denk ik dat. Oh my lekkerder. God, ja, hij houdt van de honing. Al het honing drupt hier gewoon naar beneden, Lotte, van deze boom. Ja, dat wel, denk ik. Hier heb je er nog één. Hallo, hallo meneer de bij. Oké, ze zijn bezig met de bloemetjes. Laten we ze maar niet storen. Wow, kijk dit hier. Het is hier mega vet. Huh? Dit heb ik nog nooit gezien. Lotte, hier wil ik echt mijn huisje hebben. Moet je kijken hoe dit eruit ziet. Ik ga alvast wat boompjes kappen, zodat we genoeg hout hebben voor een huisje. En even kijken, dit boompje hier. Wow, dit gebied is super mooi. Moet je nou kijken, helemaal hier. Je moet hier niet naar beneden vallen trouwens, want dan overleef je dat niet. Maar wow, dit ziet er raar uit. Wow. Alleen ik denk wel dat er heel veel mobs spawnen daaronder. Ja, als het avond is. Even kijken. Nou, wat is er? Kijk, dat huisje. Er staat er al een huisje. Er woont daar al iemand. Hé, ik zou het echt niet. Is dit jouw huis? Nee, het is niet van mij. Je hebt dit niet gebouwd? Nee. Huh? Nou, laten we even een kijkje nemen dan. Maar er zit niemand in deze wereld. Het is alleen jij en ik. Ja, hè? Oké, dit is wel een beetje apart. Laten we maar even een kijkje gaan nemen in het huisje dan maar. Allemaal spinnenwebben. Het ziet er heel oud uit. Het ziet er heel oud en verlaten uit. En er staat een pumpkin lantaarn. En die vind ik nogal een beetje eng. Ja. Het ziet hier wel heel verlaten... Wow, er staat hier een anvil. Wow, die is wel Oké, die is wel handig, want dan kunnen we een nametag en zo. Dan kunnen we misschien de bijen naam geven als we een nametag vinden. Oké, maar het is wel raar dat die hier staat. En wat is er met de grond gebeurd hier? Dit is toch van de Nether? Ja, wat doet dit allemaal hier? Wat doen die spullen van de Nether hier? Oké, dat huisje is echt niet mooi, Lot. Hij heeft wel gele raampjes, of zij. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Een roze potje. We gaan even hier een kijkje nemen. Hallo meneer de koe, is dit huisje van jou? Nou, ik denk misschien niet dat het huisje van hem is. Maar ik zie... Ja, er zitten allemaal spinnenwebben voor de ramen. Oké, er zitten daar bordjes. Zullen we een kijkje nemen? Ja, laten we dat doen. Oké, ik doe wel even mijn wapens uit mijn handen. Want anders komt het een beetje onvriendelijk over. Klopt. De deur staat letterlijk open, Lotte. Dit vind ik wel een beetje heel eng. En er staat ook welkom, .. Zullen we naar binnen gaan? Was je wel, Dennis, dat er niet zo'n trap zit of zo? Ja, precies. Ga jij daar al maar voor. Ik bedoel... Nou, bedankt. Dames voor, toch? Dames voor. Ja, dat zal wel, Dennis. Oké. En? Is het veilig? Ja, de kus is tot nu toe veilig. Oké, ik kom. Nou, ik doe wel even de deur dicht, want het is een beetje koud buiten. Deze hendel is leuk. Probeer het. Zit daar maar niet zomaar aan, Lotte. Waarom niet? Nou, ik weet dat je altijd nieuwsgierig bent en al die dingen zit, maar doe dat maar niet. Gewoon een keertje niet zomaar een hendel overhalen zonder dat je weet wat er gebeurt. Dat ik lijkt me niet zeker, mee. Dennis? Ja, hoezo? Waarom sta je zo dicht? Lotte, waarom doe je dat? Ik zeg het net nog, Lotte, niet aan die hendel zitten. Ja, ik weet dat er op dat bordje... Wacht, je staat heel iets ervoor. Deze hendel is leuk, probeer het. Ik weet dat het er staat, maar dat vertrouw je toch niet, zo'n random bordje, Lotte? Maar waarom zou het er anders staan? Dit is toch een leuke hendel? Weet ik niet, maar waarom zou die hendel hier zomaar zitten in een verlaten huisje met allemaal spinnenwebben, Lotte? Ja, dat weet ik ook niet, maar...
klopt hier niet. En dat weet ik zeker. Iets klopt hier niet. Nou, maar Lotte. Ja? Volgens mij is er niks gebeurd, hoor. Die stomme hendel, die werkt niet eens. Kijk maar. Nee. Er gebeurt letterlijk helemaal niks. Ik bedoel... Daar lijkt het niet op. Deze hendel is leuk. Probeer het. Wat is er leuk aan? Dat hij misschien heen en weer gaat? Voor de rest doet hij niks. Is dit het huisje, letterlijk? Ja, nou, makkelijk. Ja, we hebben hier barrels, we hebben hier boekenkast, we hebben hier, nou, die stomme hendel die helemaal niks doet. Nee. Wat hebben we hier om te doen? Oh, er staan hier wat bordjes. Als je aan de hendel komt, heb je heel veel ongeluk. Lotte, heb jij last van ongeluk? Nee, ik zie niks. Niks raar. Nee, ik ook niet. Ik bedoel, ik heb nergens last van. Nee, ik ook niet. Alles wat je aanraakt is TNT. En in de village dichtbij ligt een potion die je kan helpen. Want één vuurtje en alles ontploft. Nou, ik weet niet hoor, maar ik raak dit toch echt aan hier zo. En ik loop hier overheen. Maar niks gebeurt, Lotte. Dus ik denk dat het gewoon iemand is die heel grappig wilt zijn in onze wereld. Ah. En die denkt, ik ga even een grapje uithalen. Want hier, ik raak jou letterlijk aan. Verander jij in TNT? Nee. Nee. Hier. Niet met de hakbel. Auw. Dat ging ongeluk. Nou, maar volgens mij werkt het niet, Lotte. Nee. Ik neem even lekker een biefstukje. Nou, weet je wat? Avontuur. Wij gaan lekker bezig met een huisje zoeken. En wij gaan een huisje maken, oké? Ja. Nou, Lotte, ik vind het maar stom, die grappenmaker. Laten we maar meteen weggaan. Dennis? Wat heb je gedaan? Beweeg niet. Hoezo? Okay. Heb jij dit gedaan? Huh? Nee, ik heb helemaal niks gedaan. Heb jij het TNT geplaatst? Nee. Beweeg eens dan. Oh, nee. Oh, nee. Dennis? Oh, nee. Als ik beweeg, gebeurt het ook. Oh, nee, Lotte, we hebben een probleem. Dit huisje brengt ongeluk. Maar wat nou als we hier uit de buurt... Oh, nee. Lotte, blijf stilstaan. Blijf stilstaan, wat je ook doet. Ik sta stil. Ik doe niks. Ik doe niks. Eén vuurtje, Lotte, en het is klaar. We moeten zo goed oppassen waar we lopen, Dennis. Maar, wat stond er nou op dat bordje? Ik ga even snel naar binnen weer. Ik weet niet of ik dit nog kan lezen. Kom op. Oké, er staat hier alles wat je aanraakt is TNT. En in de village dichtbij ligt een potion die je kan helpen. Oh, nee, we moeten een village zoeken, Lotte. Oh, want letterlijk, als er nu één vuurtje bij komt... Ja, je weet wat er dan gaat gebeuren. Dan ontploft letterlijk alles. En overal waar we op staan, ontploft dus ook... Dus ook wij. De M viel ook weg. Oh nee, dat was niet zo slim. Dennis? Ja, we moeten een village zoeken, Lotte. We moeten een village zoeken. Ik moet zo snel mogelijk dat potion hebben. Nee, wacht, de volgende is best zo pakken. Nee, dit is een probleem. Dit is een zwaar probleem. Alles verandert. Ja, Lotte, wacht maar eventjes hoor. We moeten even een plan bedenken. Oké, Lotte, we moeten een plan gaan verzinnen. Want dit gaat zo niet. Want kijk, overal waar we lopen, komt dus TNT. En we moeten ervoor zorgen dat dit onder onze voeten vandaan komt. Ja. En daar stond op het bordje, stond daar dat het bij een village zou liggen. Bij een village zou een potion liggen die we konden vinden. Die moeten we waarschijnlijk opdrinken of op onszelf gooien. Ja. En dan is het TNT weg. Maar ja, zie waar is een village te vinden hier in de omgeving. Want ik zie zo zeldzaam. Hier helemaal niks. Misschien aan de andere... Lotte. Ja? Kom eens. Wat is er? Kijk daar eens. Wat? Dit is letterlijk... Hoe kan dat nou? Wil je nou letterlijk zeggen dat daar het hutje zit, daar zo? En dat daar de village zit? Dat kan echt niet. Dus ik denk echt dat ze... Ja, ze zijn ons echt aan het trollen, Lotte. Maar ja, we moeten wel oppassen waar we lopen. Want één vuurtje en we hebben een probleem, hè, Lotte. Oh, pas op, Dennis. Oké, laten we langzaam naar de village gaan. Oh, nee. Dit is zo gevaarlijk, hè. Maar kunnen we de TNT... We kunnen de TNT wel gewoon weg. Oh, het komt gewoon weer terug. Oké. Maar, stel we komen bij een vuurtje aan... Dan moeten we ervoor zorgen dat het TNT wel onder ons weg is, Lotte. Alleen, hoe komen we hier beneden? Oké, kan ik op die boom springen, denk je? Denk je dat ik dat red? Nou, dat... Kom op! Ja, oh, dat red je wel. Ja, en de boom wordt zelfs van TNT, Lotte. Wow, oh, nee. We hebben een TNT-boom. We hebben... Ja, dat klinkt heel raar, maar we hebben letterlijk een TNT-boom. Kunnen we ook een schapen van TNT maken? Dat denk ik. Hallo, schaapjes, help ons eens. Oh, Lotte. Nee, we kunnen wel inbouwen met TNT, maar we kunnen hem niet van TNT maken. Oké. Lotte, laten we maar naar de village gaan, want ik hou niet zo van de TNT. Dadelijk gaat het in de brand. Oh, we moeten echt nergens. Oké. Laten we dit huisje ingaan, Lotte. Oké, oh my god, zelfs dit huisje wordt van TNT. Oh, nee. Oké, we moeten heel goed oppassen, Dennis. Hallo, meneer de villager. Oh, nee. Pas op, naar binnen gaan, Dennis. Ja, ik zet even een respawn point op het bedje, Lotte. Mag ik er? Oké.
Als het werkt, tenminste. Er staat dat ik alleen 's avonds kan slapen. Oh, ja, jij hebt hem gezet. Als je rechter muisknop doet, dan heb je hem al. Ja, dat heb ik gedaan als het goed is. Oké, goed zo. Hallo, baby villager. Oh, we moeten ons beetje niet breken, Lotte. Oké, wij moeten gaan zoeken naar de potion in deze village. Tenminste, als het deze village wel is. Ja. Alleen, waar zou je een potion kunnen bewaren? Ik denk gewoon in een huis. Even kijken. Kunnen we dit huis kijken? Oh, we moeten wel echt oppassen met waar we naar binnen lopen, natuurlijk. Ja, want we kunnen natuurlijk alles gewoon slopen. Ja, we kunnen letterlijk alles slopen. Er stond daar een pressure plate. Alleen, volgens mij is die nu weg door de TNT. Dat is maar beter ook, Lotte, want anders gingen we letterlijk dood. Dat zou niet heel erg slim zijn. Dan moet ik echt oppassen in deze village, want ik heb hier ook niet zo'n heel goed gevoel. Nee, laten we maar naar een ander huisje gaan, Lotte. Ja, dit huisje hier misschien. Even kijken, zo. Laten we maar hier binnen gaan kijken, oké? Trouwens, die moeten we even weghalen. Want stel je voor, alles gaat in de brand. Dan weten we zeker dat we niet alles meenemen. Dit is toch slim? Nee. Gewoon achter je weghakken, Dennis. Ja, we hakken gewoon alles achter ons weg. Wow, dat is wel slim. Hier blijft het ook, letterlijk. Oké, Lotte. Oké, we kunnen... Huh? Wat is er? Het is weg in dit huisje. Huh? In dit huisje is het letterlijk weg. Aan de hand nu. Maar zit hier een chest? Misschien zit er een chest daar. Dat het daarom weg is dat we dan in de buurt zijn. Ja. Ik denk dat we het hebben gevonden, Lotte. Dat denk ik ook. Maar waar zit die... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ren. Oh, nee. Oh, my god. Dennis. Woe. Rennen. Ik ben al dood. Wow. Lotte. Ja? Kan jij me iets uitleggen? Want dit snap ik niet. Wat snap je niet? Hoe is de halve village door de TNT geëxplodeerd? Oh, maar staat het bedje er wel? Misschien is het wel een heel heilig bedje, Dennis. Nou, ik denk dat het wel een heel goed bedje is. Maar ik ben al mijn spullen kwijt in ieder geval. En ik denk dat die zijn geëxplodeerd. En weet je wat? Het TNT is er nog steeds. Ja? Het hele spoor dat we hebben gelopen is ontploft. Nee. Zie je dat op de berg? Nee. Oh, wacht. Okay. Is alles ontploft? Wow, kijk dan. Nee, oh my god. Oh my god, ons hele spoor is ontploft. Lotte, alles is weg. Letterlijk, ook vooral waar we zijn gelopen. Is het huisje? Dat huisje is denk ik ook weg, Lotte. Ja? Ik weet het wel zeker dat het huisje weg is. Want kijk naar de village, Lotte. Kom deze kant op. Kijk letterlijk naar de village. Die is er ook niet meer. Maar ik zie daar lava en ik vraag me af. Kunnen we over de lava heen lopen? Oeh, maar ik pas op hoor. Ja, dat kan gewoon. Er gebeurt niks. Maar gaat het niet... in? Nee, er gebeurt niks. Kijk. Oh, Lotte. Oh, Lotte. Oh, rennen. Lotte, ren. 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 Oh, nee, nee, nee. Lotte. Ja? Heb je gezien wat die knal met onze wereld heeft gedaan en met de village? Wow, Dennis. Er is niks meer over. Moet je kijken. Oh my god, Dennis. Dat heb ik nog nooit zo. Nou, Lotte. Ik heb ook nog nooit zo'n krater gezien als dit. Letterlijk. Alles is verwoest. En wat je ook doet, niet meer langs de lava lopen. We weten nu dat dat ook gewoon de TNT aansteekt. En moet je nou kijken. De hele village hier is helemaal weg. Oh my god. Ik zie daar een kist. Op het randje daar, zie je dat? Oké, dat kan niet anders dan onze speciale kist. Als dat de kist is, dan hebben we zoveel geluk. Want kijk, alles erna is gewoon... Alles naast de kist is gewoon kapot. Alleen, we moeten wel een beetje oppassen, Lotte. Oh my god, hij is daar. En er staat een bordje naast. Oh. Ik ga kijken of ik hem vanaf hier kan lezen. Dit zocht je zeker, staat erop. Oh. Dat is het kistje. Dan kunnen we eindelijk van de TNT afkomen. Oké, kom op. Ietsjes dichterbij. Oké, ik ga hem openen, Lotte. In 3, 2, 1. Er zit een blauwe Oh, er zitten de potions in. Potion Des TNT. Hier heb jij er ook een. Dankjewel, Dennis. Oké, we gaan hem innemen, Lotte. 3, 2, 1. En? Er is volgens mij niks veranderd. Moet hij nog inwerken of... Ik weet het niet. Heeft het nog een effect of zoiets? Ik weet het niet. Het werkt niet. Ik heb nog steeds TNT. Nee, zijn we nou weer voor de grap gehouden? Dit meen je niet. Hoe kan dat nou? Ik ga ervan uit dat het heel even moet inwerken of zo, Lotte. Dat denk ik tenminste. Er lijkt het wel op. Zo niet. Waarom werkt het nou niet? Lotte, zo niet. Dan zijn we er helemaal klaar mee. Weet je wat we doen? We gaan de grootste explosie ooit veroorzaken. Nu we toch de TNT hebben. Oké, Lotte, ik loop deze kant op. Jij loopt die kant op. En dan gaan we zien wat er gebeurt. Wow! Ik spring mega hoog. Wow, oké, maar... Wat is dat daar? Wat is dit? Een grote portal, Dennis. Dit heb ik nog nooit... Is dit zeldzaam? Zo groot? Dit heb ik nog nooit gezien. Wow. Dennis, het kan niet anders dan zeldzaam. Ik wil daar even gaan kijken. Ik wil daar even gaan kijken, Lotte. Dit heb ik nog nooit gezien. Kijk hoe groot die is. Dennis, ik denk echt dat dit heel zeldzaam is. Ik heb het nog nooit gezien. Maar wat doet dat dan? Misschien weten de kijkers het wat dit is. Ik weet het niet. Weet iemand dit? Ik sta ernaast, Lotte. Niks aan de hand. Dennis, dan gaat er vuur. Kijk dit portaal. Dennis,
Ja? Lava, dat springt over naar vuur. En dat gaat op TNT. Hoezo? Dat was wat er net ook gebeurde. Ja, maar echt? Ja. Oh, ik dacht omdat ik op de lava stond. Nu toch niet? Kijk maar. Nou, kijk, het zit er gewoon naast. Zie je? Dat hoop ik maar hoor, want ik weet het niet zo. De Lotte, er kan zo op deze manier niks gebeuren. Kijk maar, tenzij ik erop ga staan, maar dat ga ik niet doen. Oké, ik hoop het maar, want... Oh nee, het is wel zo, Lotte, je hebt gelijk. Ik zei het, Dennis. Oh nee. Rennen. Lotte, rennen. Lotte! Oh my god! Lotte, ik denk dat we voor altijd TNT onder onze voeten zullen hebben. Dit is alweer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. Dan check ik jullie bij de volgende video weer. Later.